Yo gasten, deze video wil ik beginnen met een episch bericht. Namelijk het volgende. Ik kreeg ineens random op mijn mobiel een reactie binnen op Instagram op een foto die al fucking oud is. Dat was op deze foto met Milan. En als je goed kijkt, de onderste reactie is van ene G. Zeefuik. Met als reactie, jij bent die gangster hè? Dus ik denk dat is waarschijnlijk een fanboy die een account speciaal daarvoor aanmaakt over Zeefuik. Maar niets blijkt minder waar, want als je je account aanklikt, blijkt dit de officiële Instagram van Zeefuik te zijn. Althans, dat sterke vermoeden heb ik dat het de officiële Zeefuik is. Het zou alsnog iemand kunnen zijn die zich voordoet als Zeefuik, maar voor mijn gevoel zegt dat het hem echt is. Wat denken jullie? Ik moet eerlijk zijn, ik heb geen idee hoe hij bij mijn Instagram is gekomen. En inmiddels weet ik dit wel, want er is een subscriber die mij gementioned heeft op een foto bij hem, laat maar zeggen. Dus dan komt hij op mijn profiel terecht. Maar in ieder geval, de echte Zeefuik heeft op een foto van mij gereageerd. Wat? Het is best tof dat zoiets gebeurt, moet ik eerlijk in zijn. Niet dat het nou de meest positieve reactie is of zo, want het is eerlijk eerder een reactie met de ondertoon van nee, jij ziet eruit joh. Maar alsnog, ik wilde dit gewoon even laten weten, het begin van deze aflevering. En in ieder geval, ik ben Matty van FIFAlosophy en je kijkt weer naar FIFA Fridays, de serie die elke vrijdag is. En aan het begin van deze aflevering wordt het tijd om mijn Bundesliga team een beetje te pimpen. En dat ga ik doen omdat ik nog 12.000 coins over had naar de vorige aflevering. En de eerste verandering die ik ga doen is de complete verdediging wordt vervangen voor veel grotere, sterkere en snellere verdedigers. Daarnaast zijn mijn verdedigende middenvelders kak, dus ook die worden vervangen. En mijn links- en rechtsmid kunnen ook echt niet meer. Dus ook die worden vervangen. En dan hebben we nog één positie waar geen glimmende speler staat. Maar ja, dat is gewoon een apart geval. Die speler is zo speciaal. Wat toch ook zo fucking slecht is. Flikker op met je fucking Ronnie. En op die plek zet ik De Bruyne omdat hij superveel gejest werd in de comments. Kevin De Bruyne, wat vind jij eigenlijk van FIFA Fridays? Ik zou het niet weten. Ik zou het terug moeten zien. Snel terugkijken dan. Alle afleveringen graag. Laten we nou maar gewoon doorgaan naar de eerste wedstrijd tegen dit Braziliaanse team. En het is goed en snel. Maar ook het eerste wedstrijdmoment uit deze aflevering is weer een AIDS moment. Waaruit Elia uiteindelijk de 1-0 gaat scoren. En vervolgens nog Mandzukic na een fout van zijn keeper de 2-0. En in de tweede helft maakt Aubameyang de 3-0. Helaas maakt mijn tegenstander nog 1 goal terug, maar alsnog eindigt deze wedstrijd 3-1. En de eerste 3 punten in deze divisie zijn binnen. Of zo. Maar we gaan weer gelijk door naar de volgende wedstrijd. En die is tegen dit zieke team. Dat kan ik sowieso wel zeggen zo. Maar ik ben wel degene die op voorsprong komt. Hier via Kevin De Bruyne. Prima goaltje. En in de tweede helft maak ik zelfs de 2-0 via deze prima goal van Aubameyang. Die deze 1-op-1-kast netjes afmaakt. Maar helaas kom ik weer op een random wijze op 2-1. Net als vorige keer. Ook al hij tikte hem naar de zijkant. En dan denk ik, nou ik ga eens even een lekkere hoge dieptepaal geven. Hoppakee. En dan schiet hem er vervolgens gewoon in één keer in. Maar echt, dead realism. Maar gelukkig kom ik wel via een voorzet weer op 3-1. En is de marge groot genoeg om deze wedstrijd binnen te pakken. Want mijn tegenstander is banlijd gebroken. Want ook de 4-1 is hier in de maak door Aubameyang. Een prima goaltje. En dan gaat mijn tegenstander nog een hele random actie uithalen. Door deze bal terug te spelen op zijn keeper. En hem vervolgens in zijn eigen doel te schieten met René Adler. En hij staat dus gewoon beschreven als Radler. Echt van dat kut vrouwenbier is dat, weet je wel. Dat is niet eens grappig, maar toch zeg ik het even. Waarschijnlijk was hij onder de invloed van Radler toen hij dit deed of zo. Want waar de fuck slaat deze actie überhaupt op? Maar in ieder geval, ik win de wedstrijd. Trouwens, Kevin De Bruyne, heb je ondertussen al FIFA Fridays gecheckt? Ja. Ja, echt alle afleveringen, het echt vanaf het begin, het hele verhaal? Ja, spijtig genoeg het hele verhaal. Spijtig? Vond je er echt niks anders van? Vond je het echt niet leuk? Spijtig. Meer valt er niet over te zeggen. Nah, triesteling. Dan ga je de serie ook zeker niet verder volgen. Nee, dat denk ik niet. Nou, ga met jou, Kevin De Bruyne. In ieder geval, de volgende wedstrijd is tegen het volgende niet slechte team. En ook deze wedstrijd beginnen we met een lekkere Porsche FIFA 8. Waaruit Aubameyang uiteindelijk de 1-0 gaat scoren via de rebound nog wel, maar hij zit erin. Maar helaas komt mijn tegenstander dan op 1-1 via Biani in de tweede helft al. Maar vervolgens krijg ik een penalty na deze overtreding. En die weet Mandzukic te benutten door de bal gewoon in de goede hoek te knallen. Maar dan zou in de 90ste minuut plus 26 fucking minuten blessuretijd en FIFA Ace nog tegen mij toeslaan. Want ik heb een ingooi. Mijn speler mist de aanname compleet. Waardoor de bal bij Higuain terecht komt. Die schiet. En mijn keeper doet gewoon fucking niks. Hij laat hem er gewoon fucking heen gaan. Waardoor deze wedstrijd eindigt op 2-2. En dit is het begin
van een dramatische reeks. Want de eerstvolgende wedstrijd speel ik met mijn eerste team weer, met Zeefuiken, je kent al die shit wel, tegen dit team. En weet je wat het is? We hebben in deze serie veel shit tegengekregen. Vooral via corners. Van onder andere David Luiz, maar ja, die is 1,89 en heeft 80 heading. En van een Fellaini, maar ja, die is 1,94 en heeft zelfs 85 heading. Maar in deze aflevering krijg ik het voor elkaar om een corner tegen te krijgen van Mascherano. 1,74 meter lang en 70 heading. Het moet niet gekker worden, jongens. Jongen. Ik weet gelukkig nog wel terug te komen door een doelpunt van Emanuelsson, 1-1. Uiteindelijk krijg ik in de tweede helft wel weer gewoon een tegendoelpunt hier via Isco, waardoor deze wedstrijd eindigt op 2-1, waardoor ik dus 0 punten pak. Maar in de volgende wedstrijd pak ik mijn Bundesliga team weer, omdat ik daar beter mee speel, voor mijn gevoel. Maar het is een hele spannende wedstrijd, want er zijn goals over en weer. Hier zie je de 1-1 alweer van Lennon. Want ja, spelers van 1,60 koppen die bal er zo simpel in. Maar hier is de 3-1 ondertussen alweer van Benteke. Maar ik kom terug, 3-2 en ik kom terug, zelfs tot 3-3. Maar dan... krijg ik een goal tegen uit een corner, waardoor ik met 4-3 deze wedstrijd verlies. En in de volgende wedstrijd moet ik natuurlijk alles weer recht gaan trekken door te gaan winnen, maar het gaat gelijk al verkeerd door deze super realistische combo van Ibarbo. En vervolgens kom ik 2-0 achter, maar dan komt die comeback eindelijk in goed om, want hier is 2-1 door Aubameyang. Hier is 2-2 en vervolgens, geloof het niet, die comeback gaat voltooid worden, want hier is zelfs de 3-2 door Aubameyang en deze wedstrijd eindigt daarom. Oh wacht, ik krijg ondertussen nog een goaltje tegen. Ja. Dat is jammer. En daardoor eindigt deze wedstrijd 3-3. Waardoor de uitgangspositie in deze divisie pauper slecht is. Maar ja, dat hoop ik allemaal goed te maken in de volgende aflevering, want deze aflevering is voorbij. En daarom wil ik jullie ook ontzettend bedanken voor het kijken. Vond je dit nou leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. En Kevin De Bruyne, hoeveel likes denk je dat we deze week kunnen gaan halen? Hoeveel, dat weet ik niet. En 2000 likes, gaan we dat redden, denk je? Ik hoop het. We zullen zien. We gaan ons best doen en hopelijk halen we het. Nou, dat is mooi om te horen. Tot volgende week dan. Later.